Wordt wel een mooie dag, denk ik. Mooi avontuur. Oké, okay, let's go. Ja, maar dat het zo'n mooi avontuur zou worden, dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken. We zijn een paar dagen in het Thüringerwoud. De Nederlandse eigenaar van House Waldberg had ons uitgenodigd om de eerste gasten te zijn die mochten genieten van een all-in mountainbike weekend. Een weekend met de vetste trails, genieten van de prachtige natuur en natuurlijk heerlijk eten. Het gebied ligt hier vol met trails, maar om die te kunnen vinden heb je iemand nodig die de omgeving kent. Dat hadden we echt nooit gevonden. Dus maak kennis met Ronnie. Yes. You are a local guide. Yeah, of course. Okay. I'm the local guy for you the next 3 days. Yes. And these are your local trails? Yes, these are my local trails here. Okay, what can we expect? Yeah, stuff like that, yeah. We have some steep trails here. Are you serious, stijl, maat? Dit is wel stijl, hè? Also, here the trails are pretty long. Yeah, for this area. Yeah. And we climb over 200 meters of height. Now we can go go down. Yeah, we go to the first trail. Let's go. Let's go. Echt super tof. Deze trails hadden we echt nooit gevonden. Je duikt ergens achter een bosje naar beneden en dan dit soort toffe trails. En grappig is daar het rode dak. Daar slapen we. Hoe vet is dat? Heel tof. Mooi begin. Zeker een mooi begin, want zulke vette trails, dat hadden we niet verwacht. Vandaag staat er een dag bikepark op de planning. Dus na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt is het tijd om bikepark Oberhof te gaan verkennen. Het is een relatief nieuw bikepark en het ziet er echt heel gelikt uit. Verschillende flowlijnen, verschillende endurolijnen. 11 lijnen liggen hier. Ja, in totaal. Ja, zo cool. Van de helft enduro inderdaad en de andere helft een beetje flow trails. Moet wel een mooie dag, denk ik. Mooi avontuur. Oké, okay, let's go. Echt het tofste aan dit park vinden zijn toch echt wel de enduro trails en daar hebben ze er gewoon 5 van in verschillende niveaus. Voornamelijk wortels en hier en daar wat natuurlijke drops, echt wel cool. En ja, nogmaals, het is zaterdag en het is zo rustig. We doen nog even een paar rondjes, let's go. We'll be right back.
Run. Third day. It's a misty, rainy day. So which trail am I gonna ride? Yeah, normally you have a good view here, and now it's a nature trail. Very long. I guess it's today a little bit slippery because of the fog. It also is like a nice, creepy vibe. Yes, right? Of course. It is. Okay, let's go then. Onze trip zit er helaas bijna op, maar we zijn eigenlijk nog helemaal niet klaar ermee. Dus we besluiten om onze favoriete trail nog een keer te rijden. Let's go! Laatste fucking afdaling. Ben je oké? Ja. Ja, gelukkig was ik zelf oké, maar na mijn fiets niet. Een abrupt einde aan dit mooie avontuur, maar gelukkig hebben we alles kunnen rijden wat we wilden. Dit gebied is een aanrader voor alle verschillende soorten mountainbikers. Je kunt er tochten rijden, er liggen veel enduro trails en je kunt genieten van eindeloze bikepark labs. Het is wel een eind rijden vanaf Nederland, dus een lang weekend is zeker aan te raden. Check zeker de website van House Waldberg voor hun mountainbike aanbod en zorg dat je met Ron de omgeving kan ontdekken. Dan vind je echt de beste paadjes. Linkjes uiteraard onder de video. Vond je het een leuke video? Geef dan een like en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Daar help je het kanaal echt mee verder. En dan zie ik jullie bij het volgende avontuur. Ciao!